Ik ben Peter Willem Vermeers. Ik ben architect en deeltijds onderzoeker aan de KU Leuven. En mijn interesses daarbinnen gaan naar inclusiever maken van de gebouwde omgeving. En dat doe ik zowel in mijn praktijk, probeer ik dat te doen, als in de onderzoeken die ik nog voer. Dit project gaat over het nadenken over inclusiviteit. En daarbij hebben wij als je zou kunnen zeggen, proeftuin, een ruimte toegewezen gekregen in het Van Abbe. Waarbij we eigenlijk in eerste instantie met een groep deskundigen hebben gekeken wat belangrijk zou zijn om die ruimte op een soort multisensorele manier in te richten ten behoeve van de ervaring van kunst. Nog voor er een schets op papier stond, zijn we begonnen met workshops met een groep mensen die blind en slechtziend zijn, een groep mensen doof en slechthorend en een groep mensen die in een rolstoel gebruiken. Om vanuit hun beleving echt te gaan starten met het ontwerp. Dus de workshops hadden tot doel om hun beleving om te zetten naar een eerste ruimtelijk concept, waarbij wij dan als architect verder kunnen gaan ontwerpen. De meerwaarde voor mij als architect om te werken met mensen met een handicap is het leren kennen van hun ruimtebeleving, omdat zij een heel diverse, een heel rijke ruimtebeleving hebben. En wij als architect hebben wel de tools om de visuele beleving heel goed te gaan beheersen, maar eigenlijk hebben we de kennis en ontbreekt het ons de kennis om over akoestiek, tactiliteit, de geur van een ruimte genuanceerd te gaan werken. Om de dialoog verder te laten gaan dan woorden alleen, hadden we ook een aantal voorbereidingen getroffen om de mensen ook vormelijk te laten werken. Dus we hadden plannen, we hadden stiften, potloden, pennen, papier, lijm, wat een architect ook gebruikt, maar ook maquettes hadden we gemaakt om op een driedimensionale manier over het project te kunnen praten. De suggesties van de doelgroepen zijn direct eigenlijk naar een ontwerp vertaald, waarbij we eigenlijk uitkwamen op een aaneenschakeling van vier ruimtes. De brug, de normale bezoeker die ziet daar een spectaculair visueel ruimtelijkheid eigenlijk. Maar voor de andere bezoeker, bijvoorbeeld de bezoeker in de rolstoel, is daar een hulpstuk geïnstalleerd die daarmee ook uitzicht kan hebben over het atrium. Vervolgens komen we in een ruimte waarbij eigenlijk tast voorop staat. Dus het voelbaar maken van zowel kunst als de ruimte. En via een soort voelbaar pad, een voelbare tafel eigenlijk, de bezoeker begeleid wordt in de ervaring van de kunst. Dan komen we in de stomme ruimte, waar eigenlijk alle indrukken tot een minimum beperkt worden. Om een soort nieuwe concentratie op te bouwen en vervolgens in de salon aan te komen, die eigenlijk vooral akoestisch ontworpen is. Waar eigenlijk door middel van nissen een soort individuele zitplekken gecreëerd zijn, die een moment van bezinning creëren, maar die ook eigenlijk de bezoeker richten op een kunstwerk die daar geplaatst zal zijn. Wat ik zelf als architect dan geleerd heb met dit project te kunnen doen, is dat door de dialoog die we hebben kunnen opzetten en die vrij evenwichtig is kunnen gevoerd worden, dat ik de ruimte op een hele rijke manier heb leren kennen. Een rijke manier, en dat bedoel ik op vlak van de zintuigen, niet alleen de visuele kwaliteiten van de ruimte, maar ook de akoestiek, de tactiliteit, de geuren, was er zelfs over gesproken, de wind die je, de tocht die je voelt. En die ruimte zelf had wel een vrij divers karakter op dat vlak. En dan zijn we met de mensen samen eigenlijk gaan zoeken hoe kunnen we die diversiteit gaan gebruiken en versterken, maar ook gaan vormgeven. En dat vond ik heel belangrijk, dat we de ruimte, bijvoorbeeld de akoestische ruimte, ook gaan vormgeven. Dat we zones, plekken gaan afbakenen die elk hun eigen akoestisch karakter hebben. En dat hebben we voor de verschillende zintuigen gedaan. En dat vond ik een enorme verrijking als architect, om ook vormelijk bezig te zijn met sensorische kwaliteiten. Van dit project denk ik dat de museumwereld zou kunnen leren
hoe de betrokkenheid van mensen met een handicap of mensen met een beperking nog sterker kan verweven worden in de werking van een museum. Heel interessant hier was dat de betrokkenheid van die mensen bij het ontwerpproces van het inrichten van een ruimte aangewend werd, maar ook was meteen de vraag, wat is de positie van het kunstwerk binnen die ruimte? En zo kregen we een samenwerking tussen enerzijds ruimtebeleving, anderzijds kunstbeleving en architectuur.